Ik ben kunstenaar en ik vind het een hele eer om jou te ontmoeten. Ik ben al 25 jaar Formule 1. Die doek heb ik gemaakt. Die zou er een willen signeren. Ik zou er ook een cadeau willen doen. Maar het mooiste doek dat is de omhelzing met je vader. Die heb ik nog thuis en die wil ik jou aanbieden. Nice. Want dat vind ik. Dat vind ik alles verdiend, maar ik heb heel veel respect voor je vader. Het moment dat jij eigenlijk om mijn helst, dat vond ik ook geweldig. Voor mij was het leukste moment, ik was in mijn atelier, was ik aan het schilderen. Altijd Formule 1. Het laatste doek wat ik gemaakt, dat was voor Mario Andretti. Die belde me op uit Amerika. Ari die belde me op en zegt, ik moet een doek maken. Ik denk, wel eerst Max. Nou, toen werd ik echt gek. Echt, als een uur heb ik gehuild. Dus je doet heel veel mensen plezier. En alle lof. Bescheiden bent, dat vind ik heel erg mooi. Ze blijft gewoon met beide voeten op de grond staan, ze blijft Nederlanders, dat vind ik echt mooi. En ik vind het een hele eer die je moet ontmoeten. Dankjewel. Maar dan wil ik ook weten hoe de kunstenaar heet. Want iedereen zegt, je zegt ik ben kunstenaar. Wat is uw naam? Ja, ik wil bescheiden. Ja, Erik-Jan Kramer. Erik-Jan Kramer. Ik treed niet naar de voorgrond, want ik kom hier voor het eerst 20 jaar. Kom man. En ik heb net naar gekeken, ik vind het mooi werk wat je maakt. Dank je wel. Oké, iemand anders nog een leuke vraag?